aanvang van de wedstrijd zal er één niet gehouden worden in verband met de overlijden van de lid van verdiensten Arie Ros. Come on, come on, come on!
Al die leden. Joho. Thank you.
Thank you.
het rondje met de lucht van 1-1 en 1. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Voor het eerst dit seizoen, hè? Ja, gelukkig wel. En eens moet de eerste keer zijn. Dus ik hoop dat we vanuit hier zo weer, weer zeg maar de weg omhoog gaan inslaan. Eerste helft. Ja, ik kwam op achterstand. Eigenlijk een beetje aan elkaar gewaagd, hè? De eerste helft. Ja, ik denk dat we even kijken. Iets meer kansen hadden jullie? Ja, ik denk dat we wel weer de eerste kansen kregen. En we lieten hun af en toe zeg maar, het spel maken, omdat zij daar veel fouten in maakten. En dat we eigenlijk daarop gingen reageren. Maar ja, na 20 minuutjes dan werden we een beetje slordig in de passing en ook veel balverlies. Ja, en daarin kwam eigenlijk de 1-0 tot stand. Het was een beetje simpel uitgespeeld, hè? Ja, we verloren de bal en voor mij werd de middenvelder ingespeeld. En die gaf een steekbal en die jongen loopt door. En doelpunt. Maar dan, we gaan van het positieve uit, dan toch lekker even voor de rust, hè? Ja, dat zijn altijd wel heerlijke doelpunten om vlak voor rust te maken. Maar we hadden ook niet, in ieder geval ik had niet het gevoel zeg maar, dat we dit weer zouden gaan verliezen. Dat hadden we voor de wedstrijd al met z'n allen. En ik denk dat we sowieso zeg maar, als groep dat we deze wedstrijd denk ik wel verdiend hebben gewonnen. Ja. Nou, zeker de tweede helft waren jullie echt de bovenliggende partijen. Prachtige aanval. Ja, heel veel aanvallen. Ik denk dat we daar wel meer uit moeten halen. En ook sowieso om zeg maar, dat vertrouwen, zeg maar, ja, nog meer omhoog te krikken. Maar dat, ja, weet je, 3-1, we winnen, we hebben 3 punten. Even nog de tweede helft. Ja, zelf kwam je steeds door, hè? Want een beetje de positie achter verlaten. Je schoof door, zelfs naar de aanval. Ja, af en toe dan krijg ik ineens een ingeving en dan kom ik er overheen. Maar het was niet de bedoeling dat ik zeg maar te veel. Maar soms zijn er momenten dan, en die pak je dan aan. En, weet je wordt dan niet zo in de gaten gehouden omdat je eigenlijk een vrije man bent achter. En niemand van de tegenpartij pak je op, dus dan loop je soms die gaten in. En als dan de voortzetting dan wat beter was, dan hadden we misschien wat meer... Vooral toen je daar bij de achterlijn doorkwam. Ja, die zal vast op camera komen. Nou ja, goed. We kunnen je ook sparen, Hans. Maar in ieder geval gefeliciteerd, joh. Ja, dankjewel. Hè. Ja, we wachten nog steeds op de winnende trainer, Ron de Jager. Ja, Ron, big smile. Een big smile. Ja, alleen eerste overwinning. We hebben er een tijd op moeten wachten. 5 wedstrijden. Maar het is dan eindelijk gebeurd. En ik denk verdiend. Wel verdiend voor... Dik verdiend. Ja, in de tweede helft hadden we nog verder kunnen uitlopen. En we heel weinig weggegeven. Dus ja, wat dat betreft tevreden. Ja. Ja, je begon toch eigenlijk met een iets wat gewijzige opstelling voorin. Ja. Met Jacco eruit. En ja, Liam stond er nu weer in. Hè? Die was vorige week geblesseerd. Liam vorige week geblesseerd, dat was jammer. Je ziet dat Lee toch heel creatief is op de teampositie. Ja, en we vonden dit keer dat Steve het vertrouwen van ons kreeg in de spits. En dat heeft hij dubbel en dwars beloond met 3 goals. Dus die heeft een statement gemaakt, dat is duidelijk. Ja, dat kan je wel zeggen, ja, die heeft het wel laten zien. Ja, en wat, wat ook opviel, Mikey, heel sterk ook. Ja, Mikey, tuurlijk. Het is toch geweldig dat een jongen die vorig jaar nog in de A1 speelt, nu in het eerste speelt. Alleen Mike moet met veel meer vertrouwen spelen en veel meer flair. Dat hebben we ook in de rust hebben we dat gezegd. Want af en toe laat hij even zijn koppetje hangen. Althans, zo lijkt het. En dan moet hij mee stoppen. Dan moet hij gewoon genieten dat hij in 1 staat en volle bak spelen. En dan is hij levensgevaarlijk. Ja. Ja, ik heb het net met de aanvoerder al aangehaald. De eerste helft, ja, iets wat gelijkwaardig, maar toch de meeste kansen voor SVC. De beste kansen, goede reddingen van de keeper. Maar de tweede helft was helemaal gedaan met de tegenstander. Klopt. De jongens hebben heel goed gedisciplineerd gespeeld. Met wat we afgesproken hebben. Ze hebben nu wat behoudender gespeeld. Wat meer teruggezakt. Rondom de middenlijn compact. En van daaruit onze kansen gecreëerd. En dat is geslaagd. Dus de eerste punten zijn binnen. Nou, dan laten we het hierbij. Joh. We gaan lekker ervan genieten. En hartstikke gefeliciteerd. Het biertje smaakt al prima, Lee. Dus hij kan niet wachten, hij staat daar. Yes, super. Natuurlijk hadden we een pupil van de week. Dat is Bo Schoenmaker, als hij er is. Ja. Bo, kom even mee.
Thijs' overwinning. Wat vond jij daarvan? Was het goed voetbal? In de eerste helft ging het slechter dan de tweede helft. Je bent zelf speler van de E1, vorig jaar met E2. Deze E2 kampioen geworden vorig jaar. Hoe is het met E1 vanmorgen gespeeld? Gewonnen? Ja. Hoeveel? 4-0. En de andere wedstrijden ook gewonnen? Andere, dus je gaat weer voor het kampioenschap dit jaar, nog met de E1. Ja, wel gescoord, hè? Hebt u ook nog gescoord? Heb jij het voorbeeld gegeven aan onze topscorer van vanmiddag? Met 3 doelpunten. Je hebt het voorbeeld gegeven. Nogmaals hartelijk bedankt. Je gaat natuurlijk niet met lege handen naar huis. Natuurlijk hebben we altijd de oorkonde. Dus jij vandaag de pupil van de week was en assistent van onze jaar, onze hoofdtrainer. Alsjeblieft. En natuurlijk de bal met alle namen van de spelers die vandaag bij de selectie waren. Jongen, nogmaals succes en bedankt. We hebben natuurlijk ook de man of the best. Ja, wie kan het anders zijn? Iemand die 3 doelpunten maakt. Steve! Steve, gefeliciteerd. Nou, je staat intussen toch weer op 4 doelpunten. Ondanks dat we mager zijn begonnen. Maar vanmiddag had je natuurlijk hoop te danken aan je kleine broertje, denk ik. Ja, Leon. Ja. Daar staat hij, hij is ook meegekomen. En dan geef je 3 prachtige assists die eigenlijk zomaar een ring moest schieten. Dat is klasse. Steve, bedankt. Ja, en volgende week gaan we er weer voor. Zeker. Dankjewel. Achter die dubbeltjes zou ik bijna zeggen. 3 raak, joh. Ja, lekker. Maar ook gewoon denk ik goed dat we de eerste thuisoverwinning gewoon binnen hebben. En hopelijk dat we vanaf hier verder kunnen bouwen. Ja, in de eerste helft, hè, je kreeg al een paar kansen. Even treuzelde je nog. Je had die bal voor het injetsen, om het zo maar eens even te zeggen. Maar je hebt je goed gereverseerd erop. Ja, gelukkig wel inderdaad. Ja, de eerste kansen die hadden we eigenlijk ook al ingemoeten. Maar gelukkig op een gegeven moment ging die eerste er wel in en volgens mij al vrij snel daarna ook die tweede. En dan ga je toch met een voorsprong rusten. Ja, en dan na de rust spelen we het gewoon uit. En kan ik ook nog mijn derde maken. Ja, in de eerste helft, die keeper van MVV 27. Prima reddingen toch? Ja, maar dat is ook gewoon een prima keeper inderdaad. Hij had een paar goede reddingen. Dus hij staat er ook niet voor niks, denk ik dan. Nee, dat is zo. Ja. Maar goed, tweede helft, hè? Helemaal bovenliggende partijen. Kans op kans. Tweede helft waren we inderdaad de bovenliggende partijen. En, we zijn natuurlijk blij dat het 3-1 is geworden. Maar het had natuurlijk ook nog 4-1, 5-1 kunnen worden. Mikey die een paar keer goed doorkomt op rechts. En na 1 keer onderkant lat en 1 keer voorlangs. Dus het had eigenlijk nog hoger uit kunnen vallen. Maar goed, dat is voor de komende weken nu even van minder belang. Nou, ik weet niet precies welk doelpunt, tweede of het derde, maar dat was ook een combinatie met broertje, hè, dacht ik. Ja. Derde? Vooral de derde, ja, voor mij alle 3 zelfs. Alle 3? Voor mij heb ik ze alle 3 heb ik ze van Lee gehad. Maar die derde inderdaad was, dat vond ik zelf wel een van de mooiste aanvallen. Ja. Ja, nee, dan roepen we toch nog even iemand erbij, want dat is de balsponsor. Firma van de Pot, en die heeft wel geluk gehad. Maar als jij 3 keer scoort, wat gebeurt er dan met zo'n bal? Kom er even bij, Hans, joh. Ga eens even naast deze topscorer staan. Heb je 3 keer gescoord? Ja. Dan is die bal voor jou. Ja, dan is die een balarmer inderdaad. Nee, eigenlijk wel. Bal terug, maar dan mag je hem houden gewoon. Nou, dat vind ik heel sportief, Hans. Ja? Wil je wel dan ondertekenen? Alsjeblieft, ja. Goed gedaan. Dankjewel. Dus je bent weer terug. Zeker, ja zeker. Oké, bedankt. Ja. Dankjewel. U ook bedankt. Ja, jij ook bedankt, Lee. Gefeliciteerd! 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 Oh, wat zijn de...